Het bekende gezicht van Frits Philips op je borst of rug. Binnenkort kan het. Kunstenares Sylvia Rinkel is namelijk een kledinglijn gestart met een prominente plek voor Frits Philips. Dat is overgenomen van haar schilderij dat vorig jaar werd gekozen als het beste schilderij van het jaar. Het schilderij heb ik gemaakt omdat ik de persoon zelf ontzettend een mooie uitstraling heb. En het was een geweldige man en hij is zo geliefd. Ik heb nooit geweten dat die man zo geliefd was. Maar dit is volgens mij de meest bekende persoon in Brabant. Die heeft er zoveel voor Brabant gedaan en voor PSV en voor de hele regio. Ja, daar kon eigenlijk niet anders omheen. Nee, dit was het. Dit moest hem worden. Dit is het laatste jaar dat Philips de hoofdsponsor van PSV is. Voor Rinkel heeft dit misschien een positief effect. Misschien is dat wel een extra zet voor de mensen om een shirtje aan te schaffen. Ik hoop dat mensen het leuk vinden en dat het ook een leuke collectors item is. En mensen die het museum komen bezoeken het leuk vinden om het aan te schaffen en gewoon als herinnering aan. De shirts zijn straks te verkrijgen met of zonder Brabantse vlag op de achtergrond. Maar er is maar één verkoopadres, de winkel van het Philips Museum.